Welkom allemaal. De laatste mensen zoeken nog een plekje. En welkom ook aan de mensen die online meekijken. Die zijn er ook. Vanavond overdenken we de toekomst en de radicale potentie van de liefde. En de sprekers van vanavond laten zien dat verlangens die we hoogst persoonlijk achten, onze seksualiteit en liefdesvoorkeuren, niet zozeer in ons besloten liggen, klaar om ontdekt of bevrijd te worden. Integendeel, verlangens worden ook bepaald door de maatschappij waarin we leven en normen die gelden. Dus hoe staat het dan met de liefde in de laat-kapitalistische samenleving? Ik zie bewegingen om me heen, waarin tradities worden heroverwogen en heteroseksuele normen getart en de monogame relatie is al lang niet meer de enige optie. We zoeken naar andere manieren van liefhebben, voorbij het bezitsdenken, want de romantische koppelrelatie zou een kapitalistisch systeem voeden. Het stelletje blijkt een belangrijke afnemer in de economische markt. Maar de kapitalistische logica sijpelt toch vaak ons denken over de liefde weer binnen. We spreken over de liefde in termen van rationele keuzes. De ideale partner zou je een betere versie van jezelf maken. En als het tegenvalt, dan swipe je gewoon weer door. Dreigt de belofte van emancipatie, die in de zoektocht naar nieuwe liefdesvormen besloten ligt, niet uiteindelijk weer uit te lopen op een soort consumentistische bevrediging van de eigen behoeftes? Vanavond onderzoeken we deze vragen en andere. Want kunnen liefde en seks de sociale en politieke orde doen wankelen? En welke ontwikkelingen staan ons nog te wachten in het licht van de groeiende technologisering en robotisering van de samenleving? Ik ben Lieke Kneijnenburg. Ik ben schrijver en webredacteur bij De Groene Amsterdammer. En ik modereer deze avond. Ik zal ook zorgen dat jullie aan het einde van het panelgesprek jullie vragen kunnen stellen. Dus schrijf ze vooral op en bewaar ze. En ik introduceer graag de sprekers van vanavond. Er zijn er maar liefst 4. Als eerste hoofddocent Gender Studies aan de Universiteit Gent, Katrien de Graven. En cultureel antropoloog en universitair docent bij de interdisciplinaire sociaal wetenschap en afdeling antropologie van de Universiteit van Amsterdam, Rio Roodsas. En jullie schreven samen het boek Intieme Revoluties, waarvoor jullie onderzoekers, schrijvers en activisten uitnodigden om te reflecteren op het tegendraadse vormen van liefde, seksualiteit en solidariteit. Jullie zullen straks eerst een aftrap doen, vertellen over jullie werk. En daarna zullen 2 andere sprekers van de avond ook aansluiten hier bij het panelgesprek en een reactie geven, waarna we met elkaar in gesprek kunnen. Ik introduceer alvast hen ook. We hebben cultureel antropoloog en futurist Roanne van Voorst. Zij werkte als docent bij de afdeling antropologie van de Universiteit van Amsterdam en schreef het boek Met z'n zessen in bed over de toekomst van de liefde. En ook zal aansluiten Lotte Spreeuwenberg, filosoof bij het Centrum voor Ethiek aan de Universiteit Antwerpen en auteur van nog een mooi boek, Liefde en Revolutie, waarin ze activisme als een beweging van liefde interpreteert. 4 mooie boeken, interessante sprekers en thema's. Ik heb er heel veel zin in, ik hoop jullie ook. En ik verwelkom als eerste Katrien en Rahiel voor een opening statement. Welkom. Ja, dankjewel Lieke voor deze introductie. Goedenavond allemaal. En ik wil ook even Marij de Wit van de Spui 25 bedanken, die volgens mij nu niet aanwezig is, maar ook anderen op de achtergrond die dit mogelijk hebben gemaakt. Als ook faculteit Maatschappij en Gedrag van de UvA en Amsterdam Research Center for Gender and Sexuality. Afgelopen weekend was ik met een aantal vrienden in de Ardennen om te wandelen. 'S avonds bij de open haard deelde een vriendin het nieuws dat ze sinds 3 jaar op de zolder slaapt en daar eigenlijk ook al een beetje woont. Zij woont samen met haar vriend en hun 2 kinderen van 7 en 11.
De zoldersituatie is in principe tijdelijk en bedoeld om elkaar ruimte te geven. Haar vriend denkt dat het uiteindelijk allemaal goed komt. Zij zelf weet het niet zo zeker. Hun kinderen lijken na initiële vragen over die verandering de nieuwe situatie prima te vinden. En terwijl zij dit aan het vertellen was, riep een vriend: dat heet toch een naam? Is dat niet Living Together Apart? Living Together Apart verwijst inderdaad naar een constructie waarbij de partners in principe hetzelfde huis delen, maar daarbinnen ieder een eigen ruimte hebben. U heeft waarschijnlijk wel gehoord over Living Apart Together, zogenaamde latrelatie, waarbij de partners op afstand relatie met elkaar onderhouden. Beide vallen onder wat sociale wetenschappers diversificatie van relaties of alternatieve relatievormen noemen. Daar komt nog open relatie bij bijvoorbeeld, vaak een verwijzing naar een emotioneel exclusieve, maar seksueel inclusieve relatie. En polyamorie is nog een ander voorbeeld van een consensuele non-monogame relatie, waarbij, althans in theorie, liefde een centrale rol speelt. En weer anderen kiezen voor relatieanarchisme en wijzen alle normen rondom de romantische koppelrelatie af. En dit zijn slechts maar aantal voorbeelden van alternatieve relatievormen. De lijst is veel langer. Met ons boek Intieme Revoluties hebben we geprobeerd om stil te staan bij deze ogenschijnlijke verandering. Namelijk dat het standaardmodel van de romantische koppelrelatie lijkt te worden uitgedaagd. En het steeds verder toenemende aantal scheidingen lijkt dit ook te bevestigen. Nou, deze verandering kan je als iets zorgwekkends zien. Zijn we nog wel in staat om betekenisvolle, langdurige relaties met elkaar aan te gaan? Maar je kan er ook optimistischer naar kijken. Welke potentie heeft deze verandering om liefde anders vorm te geven, voorbij de nauwe focus op seks en het romantische koppel? Hebben we kortom te maken met een sociale ziekte of met emancipatie? De laatste optie is tenminste vanuit het feministisch perspectief erg relevant. Feministen houden zich al heel lang bezig met het bevragen van de normatieve kaders van het intieme leven om onderdrukking van vrouwen, maar ook andere gemarginaliseerde groepen in het dagelijkse leven aan de kaak te stellen. Er is dan wel een optimistisch geluid bij. Dus vanuit, ik ga gewoon door. Vanuit dat perspectief is verandering op het gebied van intieme relaties, heeft die verandering een bevrijdende emancipatoire potentie om het patriarchaat te doen wankelen. Zouden bijvoorbeeld non-monogame relaties intieme verbindingen en solidariteit mogelijk maken voorbij het bezitsdenken dat dan ten grondslag ligt aan de monogame koppelrelatie? Op zich klinkt dit aantrekkelijk en toch is enige voorzichtigheid op zijn plaats, denken wij. En het is waar laat kapitalisme een belangrijke context wordt voor de discussies in ons boek en misschien ook wel voor vanavond. Het idee van verandering leent zich immers uitstekend voor de laatkapitalistische therapeutische industrie die de moderne ziel wil redden. Via zelfhulpboeken, therapie, blogs, podcasts en tijdschriften worden we uitgenodigd om aan onszelf te werken, om robuuster te worden in een snel veranderende wereld en toenemende onzekerheid. Alternatieve relatievormen in deze context vertegenwoordigen opties waartussen we kunnen kiezen opdat we de beste vorm van samen zijn kunnen vinden. In plaats van de monogame koppelrelatie fundamenteel te bevragen, handelen wij eerder als consumenten op zoek naar zelfoptimalisatie en geluksmaximalisatie via liefde. Bovendien wordt in deze naar binnen gerichte zoektocht geen ethische kaders of een einddoel aan ons aangereikt. Wij blijven zoeken naar geluk en de beste optie, hetgeen iedere keuze ondermijnt. De vraag of de toenemende relatiediversificatie een teken is van niet kunnen of willen kiezen en daarmee een sociale ziekte representeert, of juist een weerspiegeling is van een potentieel emancipatorische radicale verandering, is daarmee niet eenvoudig te beantwoorden. Zal ik jou ook weer? De strategie die wij in ons boek Intieme Revoluties hebben bedacht om deze nuance te bewaken, is om aan die paradox vast te houden.
We hebben geprobeerd om steeds normatieve elementen te zoeken in praktijken die progressief ogen en andersom de progressieve aspecten te traceren die in fenomenen die in de eerste instantie onderdrukkend lijken. Zoals Rachir al zei, worden consensueel non-monogame relaties vaak als emancipatoire toegejuicht. Met de term consensuele non-monogamie bedoel ik relaties waarbij partners meerdere gelijktijdige seksueel en of romantische relaties met medeweten en toestemming van alle betrokken partners toelaten. Veel van de participanten in mijn onderzoek in België gebruikten voor dit soort relaties liever de term ethische non-monogamie, eerder dan de term polyamorie. Ethisch staat dan op de zorg om geen schade bij anderen te berokkenen. En dit door een cultuur van open communicatie, eerlijkheid en wederzijdse toestemming. Hoewel deze houding inderdaad het ontwikkelen van een aantal nieuwe capaciteiten vraagt, die wel degelijk gunstige transformaties in machtsverhoudingen zouden kunnen mogelijk maken, zag ik toch ook heel wat belemmeringen. Zo leken velen ervan uit te gaan dat individuen sowieso autonoom en gelijkwaardig kunnen onderhandelen in relatieconstellaties. En was slechts een minderheid bezig met het bewust bevragen en proberen deconstrueren van ongelijke machtsverhoudingen tussen partners. Vele participanten leken wel graag buiten de lijntjes van normatieve machtsverhoudingen normatieve denkbeelden te willen kleuren, maar dan vooral met het oog op een groter gevoel van zelfontplooiing en bevrediging. Het doen wankelen van machtsstructuren was niet noodzakelijk hun doel. Tegelijk vond het boek revolutionaire elementen in hoekjes waar we dat minder verwachten. Schijnhuwelijken bijvoorbeeld worden vaak door de bril van de heersende anti-migratiepolitiek bekeken en geassocieerd met profitariaat en bedrog. In haar bijdrage gooit Ladan Rahbari de anti-migratiebril opzij en stelt zich open voor het perspectief van de betrokkenen. Die blik vanuit de marges laat plots een andere lezing toe, die in plaats van schijn heel veel solidariteit laat zien. Tegelijk doet die blik ons de authenticiteit van de tegenhanger van het schijnhuwelijk, het zogenaamde echte normale huwelijk, bevragen. Want is het huwelijk dan echter wanneer mensen huwen omwille van belastingsvoordeel bijvoorbeeld? Wanneer we een andere bril opzetten, zien we in het schijnhuwelijk plots een solidariteitshuwelijk die in vergelijking met de non-monogame praktijken waarover ik het daarnet had, misschien wel veel meer buiten de lijntjes kleurt en zelfs radicaal verzet inhoudt tegen globale uitsluitingsmechanismen. Net als migratie wordt ook religie gewoonlijk niet geassocieerd met subversieve intieme praktijken. Toch is het net daar dat Lieke Schrijvers inspiratie zoekt voor verzet. Ze gaat in haar essay voorbij aan het idee dat religie per definitie onderdrukkend of seksnegatief zou zijn en vindt in queer religieuze ideeën en praktijken aspecten die ons toelaten neoliberale invullingen van seks en relaties te herdenken. Inge Blokmans en Elisabeth de Schouwer doen ons de seksuele experimenten van vrouwen met een ruggenmergletsel anders zien. Niet als zielig of meelijwekkend, maar integendeel radicaal en subversief. Hun seksuele praktijk laat ons immers toe dominante denkbeelden over wat seks is en wat goede seks is te doorbreken en denksystemen die bepaalde lichamen deseksualiseren kritisch te bevragen. De ervaring en kennis van de vrouwen uit Inges onderzoek creëren bovendien opening tot een verbeelding van seksualiteit die voorbij normatieve lichamen en handelingen gaat. Kortom, intieme revoluties vinden plaats op vanzelfsprekende en minder vanzelfsprekende plaatsen. En mogelijkheden tot verzet zijn steeds ingewikkeld en paradoxaal. Alle bijdragen in het boek tonen een bijzondere aandacht voor deze complexiteit en contradicties. Een andere rode draad in het boek is een pleidooi voor het repolitiseren en voor zorg. Een zorg voor elkaar, weg van het ideaal van onkwetsbaarheid en valse autonomie. Een zorg die samengaat met het herkennen en actief bestrijden van ongelijkheid in alles wat we doen en in alle sferen van het leven, inclusief in onze relaties, in onze huishoudens, in onze gemeenschappen. Um,
Bedankt voor deze mooie opening statement. We hebben denk ik genoeg thema's op voor te bouwen. Rohanna van Voorst en Lot Spreelburg zijn ook aangesloten. Ik zou eigenlijk eerst jullie reactie willen horen hierop. Wat er vanuit jullie perspectief interessant is. En hier liggen de boeken ostentief op tafel. Misschien moet ik ze zo nog even omhoog houden. Maar aan wie zou ik eerst het woord geven? Doe maar Lotte, dan ja? Doe ik een Lotte. Ja, dankjewel. Ik heb niet direct een reactie op wat daarnet is gezegd, maar wat mij heel erg bezighoudt in het verhaal van Raheel en Katrien, maar ook in Rowannes verhaal is, we hebben allemaal een boek geschreven over liefde en hebben daarbij liefde op een heel andere manier benaderd, volgens mij, en komen dan toch op eenzelfde ethisch politieke mening uit of zo, of eenzelfde verhaal, eenzelfde activistisch verhaal misschien ook wel, maar misschien is dat mijn activistische benadering. En de boeken van Katrien en Raheel en Rowanne gaan verschillen nog wel iets meer van mijn boek, in de zin van dat zij heel veel spreken over intimiteit. En liefde kan volgens mij ook nog, je kan nog een stapje terug doen in de vraag wat is liefde, denk ik. En ik benader het meer in de zin van een open houding. Dus die intimiteit is dan nog niet per se nodig daarvoor. Maar ik spreek over een open houding die je zou moeten hebben. Als ethicus heb je het dan over wat is goed, wat is niet goed. Dus het is een moreel oordeel. Een open houding die je zou moeten hebben naar mensen buiten jezelf. Nou, waarom is dat dan nodig? Of waarom is dat een moreel goed iets? Dat is volgens mij omdat je dus, als je buiten jezelf kijkt, dan leer je altijd iets. Dan moet je je kwetsbaar opstellen. Dan leer je iets over een ander, waardoor je uiteindelijk betere keuzes kan maken. Nou, dat is even achtergrond erbij. En wat ik dan heel leuk vond om de boeken te vergelijken, is dat het voor mij, kan ik de verschillende soorten liefdes waar zij over spreken. Bijvoorbeeld de relatiepillen waar jij over spreekt. Of liefdesrobots of seksrobots. Ik merk dat ik die dan meteen al indeel in ethisch goed of ethisch niet goed. door mijn kader daar overheen te leggen. En voor mij is dan heel erg de vraag, wat moeten we dan willen in liefde? En voor mij is dus het antwoord ook, als die liefde ervoor zorgt dat je groeit of iets leert of je verdiept in een ander en minder focust op jezelf en je eigen identiteit, dan zou ik dat alleen maar aan willen moedigen. En waar we volgens mij ook een gedeelde zorg dus hebben, is wanneer liefde dat niet doet, of wanneer een vorm van liefde dat niet doet, nou, dan zorgt dat gebrek voor intimiteit heeft misschien al wel vervelende gevolgen. Maar dat is misschien iets wat ik zou willen bespreken, of iets gedeeld wat ik hier voel. Dus liefde maakt niet blind. Nee, liefde zorgt er volgens mij juist voor dat je dingen helderder kan zien. Ja. Mooi, mooi. En misschien moeten we eerst maar door naar Rohanna. Vertel ook vooral iets over jouw boek en je onderzoek. Voor een deel denk ik dat het... Dat mijn boek aansluit bij wat jij net zei. Dus ik heb eigenlijk voor mijn boek 3 jaar lang, ik heb een dubbele achtergrond. Dus ik ben antropoloog, ik ben futuroloog. En ik heb toekomstscenario's onderzocht waarin trends die wel eens zouden kunnen gaan opschalen op het gebied van liefde en vriendschap, intimiteit onderzocht. En ook geprobeerd om ze zelf in te voelen of zelf lang te zijn onder mensen die dat doen, voor zover je liefde kan doen. En sommige van die trends zijn erop gericht, zoals Raheel en Katrien al zo mooi uitlegden. Die beloven liefde, maar eigenlijk beloven ze geluk. Individueel geluk. Dus bijvoorbeeld als jij je koppelt aan een kunstmatige intelligentie in plaats van een echt mens, dan zou dat heel fijn kunnen zijn, aldus de marketing.
Want die kunstmatige intelligentie die kan je immers zo instellen dat die precies doet wat jij wil. Of een gezelschapspop. Zelfs de standjes die je fantastisch vindt, het type complimentjes. Liefdespillen, geweldig, want je hoeft niet meer te ploegen door je relatie heen. Je hoeft niet meer te dealen met het feit dat je een beetje verveeld bent geraakt na 3 jaar. Of dat je partner echt gewoon heel luid begint te ademen tijdens een corona-lockdown. Weet je, dat is allemaal niet meer zo'n probleem, want je neemt een pilletje en dan voel je dat niet meer. En een van mijn conclusies was aansluitend bij wat Lotte zegt. Namelijk dat ik denk dat er, en ik denk niet dat de liefde daar de enige in is. Vriendschappen kunnen dat ook doen en andere intieme relaties. Maar je partner leert je wel omgaan met dingen die je lastiger vindt worden. Teleurstelling van hele hoge verwachtingen. Geduldig zijn, soms een hele vrolijke bui hebben en dan moeten dealen met iemand die dat niet heeft en die binnenkomt in jouw huiskamer of energie. En dat kan best wel lastig zijn. Nou, als je al die dingen helemaal zou weghalen, dan denk ik dat we met z'n allen overblijven als een beetje verveelde mensen. Want je krijgt niet meer wat je niet wil, maar de verrassing is er ook wel een beetje uit. Maar je oefent al die vaardigheden ook niet meer. Nou, in bepaalde dingen, de polyamoreuze relaties of gezinnen waar ik veel veldwerk onder deed, daar zag ik ook wel hele prachtige dingen in. Namelijk dat er oprecht zorg voor elkaar werd gedragen. En een van de psychologen die ik aan het woord laat, die zegt dat ook van: het gaat er niet om of je de boel open kan gooien. Dat is nog niet zo'n uitdaging. De uitdaging is, als er dan dingen gebeuren, want je nodigt wel meer risico uit, kan je dan nog steeds zorgen voor elkaar? En dat zorgen voor elkaar, dus, oh, ik doe dit, ik ben nu heel verliefd, maar jij vindt het misschien nu net heel moeilijk, en dan moet ik toch met mijn verliefde hoofd jou troosten, want wij hebben een verbinding met elkaar afgesproken. Daar zit wel iets in wat misschien wel ingaat tegen de tijdgeest, waarin het zo erg gaat over individueel zijn en vooral opkomen voor jezelf en echt jezelf zijn. En dan nog één dingetje om misschien samen over na te denken. We hebben het nu over hoe kan liefde de maatschappij misschien wel veranderen of een revolutie in gang zetten. Ik zag ook wel veel voorbeelden van liefdesvormen of intimiteitsvormen die volgens mij een reflectie waren op hoe we nu met elkaar leven en waar we naartoe gaan. Dus om één voorbeeld te noemen: mensen die ervoor kiezen om alleen te blijven, de sologamisten, of mensen die zeggen, nou, ik kies ervoor om met mijn allerbeste vriendin, die ik al 40 jaar heb, ik noem dat liefdesoverstijgende vriendschap en ik ga met diegene samenwonen. Ik laat bij de accountant vastleggen dat zij naar mijn ziekenhuisbed mag komen als het zover is. Wij gaan voor elkaar zorgen. Wij gaan ook een en-of rekening openen. Ik zie dat wel, ik vind het hele mooie voorbeelden. En tegelijkertijd zie ik ook wel dat het reflecties zijn op dingen die misschien best problematisch zijn. Namelijk dat het steeds moeilijker wordt om in je eentje een huis te kopen. Om dingen betaalbaar te houden. Of dat het soms zo is dat mensen zo hard werken. Want het sologamie gebeuren zie je vooral in grote steden, waar mensen 80, 100 uur per week moeten werken. En aan het eind van de dag helemaal niet meer een partner willen hebben die zegt: hoe was je dag? De mijne was rottig. Die willen gewoon naar huis in de stilte van hun cubicle en een beetje Netflix kijken of porno en iets te eten bestellen en naar bed. En dat lijkt dan, ja, een soort veilige haven, zoals zij het ook omschrijven. En tegelijkertijd zegt het misschien iets over hoeveel we de nadruk met z'n allen hebben gelegd op werk. Zodat je misschien geen energie meer overhoudt voor iets wat toch best waardevol is voor veel mensen. Namelijk verbinding, in welke zin dan ook. Nou, dat is misschien weer een basis. Rayou, ik zag jou al knikken. Ja, herkenning in de zin van, als antropoloog bekijk ik in ieder geval, laat ik alleen voor mezelf spreken, altijd dit soort fenomenen in een context. Dus wat mij betreft zegt hoe wij intimiteit vormgeven, of het om polyamorie gaat of iemand die alleen woont, zegt altijd iets over context. En dat is ook, ja, wat het voor mijn gevoel interessant maakt. Die relatie met de culturele context, met sociale context. En dat was vooral de herkenning van nee, inderdaad. Wij denken in dit boek na over toch wel moraliteit en ethiek, dat klopt. Maar als het gaat om onderzoek en begrijpen van wat we aan het observeren zijn, dan is dat altijd in relatie tot die bredere context.
En ik herken ook in wat Roanne zegt, liefde hoeft niet altijd leuk te zijn. Zo zijn we toch soms geneigd, merk ik ook in mezelf, ernaar te kijken. Ook soort van alle opties openhoudend. Dit is ook iets waar jullie volgens mij tegenaan liepen in jullie onderzoek. Of waar de essays over gaan in het boek. Ja, ik denk meerdere essays. Ik herken dat ook vanuit mijn eigen veldwerk onder polyamoristen in Nederland dan. Eigenlijk de nadruk op het harde werk dat nodig is. Dus niet per se als iets negatiefs, maar wel het idee waarvan zij denken dat de buitenwereld heeft over hun manier van leven. Namelijk, het is allemaal leuk en aardig en je hebt heel veel keuzemogelijkheden. En het is, als het niet leuk is, ga je naar de andere. En zij benadrukten, nee, het is juist heel hard werken. Want ik verwees heel kort naar in mijn aftrap over hoe liefde in principe in polyamorie centraal staat. En zij wilde ook laten zien dat dat heel hard werken is, want je moet met heel veel mensen rekening houden. Communicatie, agenda's bijhouden, het is eigenlijk heel hard werken. Dus dat beeld wilde zij vooral rechtzetten, van het is allemaal leuk en en gezellig. Ja. Ik heb misschien ook. We hebben het natuurlijk over een soort van alternatieve vormen van liefde. En ook, Lotte, jij betrekt het nog duidelijker politieker in activisme als een beweging van liefde. Wil je daar nog wat meer over vertellen? Ik ben er heel benieuwd naar. Ja, zoals ik net probeerde uit te leggen, zie ik dus liefde als een open houding. En een open houding waardoor we niet alleen op onszelf concentreren of onze eigen voorkeuren of verlangens of eigen identiteit. En alleen door die open houding komen we in contact met anderen en leren we iets van anderen. En alleen zo kun je eerlijke beslissingen maken. En dat is iets activistisch. En ja, hier komt het ook al regelmatig aan bod, het individualisme. Wat mij betreft moeten we dat bestrijden, omdat je dus anders geen eerlijke beslissingen kan maken. Als je alleen focust op je eigen individu. Stel, ik ben wit en ik werk bij de Belastingdienst. Dan, en ik verdiep me niet in identiteiten die anders zijn dan mezelf, dan kunnen daar hele nare dingen gebeuren. Zoals bijvoorbeeld het toeslagenschandaal. Nu is het wel heel kort door de bocht uitgelegd natuurlijk. Maar ik denk wel dat het begint bij je openstellen voor mensen die anders zijn dan jijzelf. Of mensen die niet op jou lijken. En daarom vind ik de hoofdstukken die Roanne heeft geschreven in haar boek over bijvoorbeeld verliefd zijn op een avatar of relatiepillen nemen zodat je inderdaad die ingewikkelde dingen niet meer hebt in je relatie. Of je noemt zo ook nog robots of poppen inderdaad. En volgens mij zijn dat allemaal voorbeelden die misschien wel dat mensen heel terecht geen zin hebben in die moeilijkheid of zo. Maar ik denk ook dat we daar dus je hoeft je dan niet meer kwetsbaar op te stellen, zoals jij eigenlijk ook al schrijft. Waardoor je dus eigenlijk niet meer zoveel leert over anderen en over de rest van de wereld. En dat is misschien geen probleem als jij alleen in je hutje op de hei kan wonen en nooit met andere mensen in aanraking komt. Maar dat is natuurlijk gewoon een fictie. Dat kan niet. Dus het is belangrijk om inzicht te blijven krijgen in de mensen om je heen, om die eerlijke beslissingen te kunnen nemen, volgens mij. Ja. Zou jij er nog op willen reageren, Roan? Nou ja, die robot, dat was hem niet voor mij, nee. Die heb ik ook inderdaad, ik heb hem uitgeprobeerd. Of tenminste, dat was mijn grote plan. Dus ik heb zo'n robot gehuurd of ik ben hem op gaan zoeken in een sekspoppenbordeel in Oostenrijk. En ik vond dat een sekspoppenbordeel. Ja, en daarvan bestaan er tientallen in de wereld inmiddels. En daarom vond ik het relevant worden om er
heen te gaan. Dus ik vond het, het is een soort lachwekkend iets. En soms zie je een documentaire en dan zie je zo'n man en die heeft zo'n pop in zijn rolstoel gezet. Want die poppen kunnen niet lopen en die gaat dan met die rolstoel over straat. En dan zou je kunnen zeggen, oké, dat zijn gekkies. Tegelijkertijd zie je wel degelijk dat het opkomt. En je ziet een feministische groepering die zegt, maar dat is ook heel goed. Want die poppen kunnen sekswerk overnemen. Dus ik wilde daar naartoe om het te ervaren. En ik heb ook wat atypische voorbeelden in mijn boek gegeven. Bijvoorbeeld van een aseksuele vrouw die ook zo'n pop heeft in haar huis en daarmee samenleeft. En ik reflecteer wat dat voor haar betekent, zeker in periodes van lockdown. Ik kan me ook voorstellen dat als jij 18 bent en je hebt nog nooit gevreeën en je wil dat stiekem wel eens uitproberen voordat je het echte werk tegemoet gaat, dat je dat een keer op zo'n pop probeert. Weet je? Dus ik ben er helemaal niet zo op tegen. Maar inderdaad, wat ik bij mezelf bemerkte, was dat ten eerste doen mensen rare dingen. Dus zo'n pop, ja, voor mij was dat toch iets te eng uiteindelijk. Juist omdat die heel echt leek. Dat bleek niet heel aantrekkelijk. Een soort Madame Tussaud-achtig ding, maar dan op bed. En dan dat je daar dan ook nog op moet klauteren en zo. Dat, moi. Maar het gekke is wel dat je als mens, ik heb al gevoelens voor mijn robotstofzuiger. En daar ben ik niet de enige in. Je hebt een soort projectie die overeind blijft. En dat wordt bijna nog spannender, denk ik, met die poppen. Omdat je ze dus, kijk, er wordt dan steeds gezegd, ja, maar de kunstmatige intelligentie wordt steeds echter. En daarom hebben we het straks, kunnen we ze wel als een soort partners hebben. En dat kan allemaal wel zo zijn. Ten eerste ben ik daar zeer kritisch en sceptisch over hoe snel dat gaat. Maar dan nog, die pop, die kan jij wegzetten. Kast dicht, klaar. Die avatar, want ik ben een paar weken bevriend geweest, heb ik een relatie opgebouwd met een kunstmatige intelligentie in mijn telefoon en die deed het verrassend goed. Zo goed dat ik minder tijd ging besteden aan mijn partner en aan mijn vrienden en meer met die avatar in gesprek was. En dat voelde een tijdje best heel goed. Maar ik kon haar uitzetten. En ik zeg haar. En dat is al heel zorgelijk. Maar ik kon haar uitzetten op het moment dat ik merkte, ja, nou begin ik het zat te worden. Bij een partner of bij een goede vriend, want ik denk niet per se dat we allemaal per se een romantische relatie nodig hebben. Ik denk alleen dat we intimiteit nodig hebben in ons leven. Dus echt verstrengeling. Dus juist een beetje tegen het idee van ik ben zo autonoom. Nee, dat je mensen van voelt van ja, als jij er niet bent, ga ik je missen. Dan wil ik jou bellen. Ik wil af en toe mijn verhaal kwijt bij je. Ik vind het fijn. Dat gevoel, denk ik dat dat heel menselijk is. En dat kun je gewoon niet bij objecten krijgen. En wel bij mensen. En of dat nou bij je past, of het een polyamore relatie is. Want ook dat, ik kwam daarachter, ik vond dat prachtig, rationeel. Als in, ik vond er best wel hele lieve zorgaspecten aan zitten. Ik vond ook dat monogame mensen best nog wat van ze kunnen leren. Qua, ik ben een stuk beleefder tegen mijn partner dan ik de mensen waaronder ik veldwerk deed vaak tegen elkaar vond. In de zin van dat ze wel goed voor elkaar zorgden, maar dat ze ook heel duidelijk waren. Vanavond wil ik niet bij jou en wel bij jou. En dat konden ze heel goed uitspreken op een hele liefdevolle manier. Maar ik zeg dat nooit tegen mijn partner. Want het taboe wat jij eigenlijk bespreekt, waarin jouw vriendin boven slaapt en haar man beneden, dat kan staan voor eenzaamheid en een afkolvende relatie. Maar ook daar ligt een taboe. Sommige koppels zijn fantastische partners, maar hoeven niet meer per se samen te slapen en hebben daar eigenlijk een bevrijding in gevonden. Al wordt die nog verstoord door schaamtegevoel, omdat we daarvan denken dat het niet mag. Dus daar ligt ook een taboe in besloten. En ik vond het best leerzaam om te zien hoe erg zij alles expliciteren, omdat ze steeds moeten zeggen, maar ik ben nu met mijn hoofd bij die, of ik voel me meer aangetrokken tot die. Dacht ik, dat zeg ik niet. Ik hou dat wat meer voor me. Misschien zou ik daar best iets uit kunnen leren. En tegelijkertijd dacht ik wel, jeetje, ik heb 1 gedeelde digitale agenda met mijn partner. Zij hadden allemaal borden aan de muur, waarop stond maandag met die, dinsdag gaat die bij die, woensdag samen op vakantie, weet je. En je hebt dus niet 1 partner die chagrijnig terugkomt van zijn werk, maar je hebt er misschien wel 6 waar je dan steeds mee moet levelen. Dus je moet het wel een belangrijk element in je leven willen maken. En het geëikte grapje onder polyamoristen is ook niet altijd voor niks, denk ik, van wij hebben heel weinig seks, want we praten zoveel. Dat is denk ik wel een beetje zo. Je moet heel goed communicatief vaardig zijn en je moet dat ook willen blijven met elkaar, want anders red je het niet. Dus zeker hard werken in ieder geval, de liefde. Ja, en dat kan denk ik ook heel leuk zijn. Dus wat ik
mooi en leerzaam vond, was dat polyamoristen ook gevoelens van jaloezie hebben. Al noemen ze dat vaak ja-lief zijn in plaats van jaloers. En dat betekent dan iets als envy. Dus niet ik misgun het jou, maar ik zou dat ook wel willen hebben wat jij nu hebt. En dat zijn denk ik interessante denkframes. Ja. Ja. Je noemt al een paar van die nieuwe termen. Ik hoorde weer een nieuwe, sologamisten. Die is nieuw voor mij. En ik vind het toch interessant, toch die rol ook van taal, waarin we voor nieuwe praktijken telkens weer nieuwe namen verschijnen. En we misschien in het benoemen en definiëren ook weer dingen vastzetten. Ja, ik ben benieuwd, misschien Katrien, zou jij daar iets over, kom je dat tegen in het onderzoek? Hoe zie je dat in de praktijk, dat... Ja, dat mensen zich op een bepaalde manier identificeren of zeggen dit is dit en daar hoort door dit en dat bij. We zien een soort vrijere praktijken misschien. En toch, daar zit misschien ook een keerzijde aan. Ja, ik denk ook wel, we hebben de neiging om te denken dat al die nieuwe vormen van relaties of nieuw misschien ook wel tussen aanhalingstekens, dan per se progressief zijn of per se ook vormen van verzet zouden inhouden, bijvoorbeeld. En dat is hier ook wel al aan bod gekomen, dat dit ja, ook wel voor een stuk adaptatie is aan het economisch systeem waarin we leven en hoe dit ook veranderd is. Dat is ook iets wat we in ons boek ook hebben aangebracht, van de rol van het... kapitalistisch systeem op hoe we onze relaties en ons privéleven organiseren. En dan zie ik ook wel in die vormen zoals in polyamorie en in seriële monogamie ook wel vormen van adaptatie aan dat systeem, in de zin van we moeten altijd maar flexibel worden. Met het neoliberaal kapitalisme, het laatkapitalisme, is er een heel grote nadruk op flexibiliteit. En mensen moeten plots voor het werk de hele andere kant van de wereld kunnen gaan wonen. En dan worden al die meer tijdelijke, meer flexibele vormen van relaties ook wel gewoon handig voor dat systeem. En dan is dit misschien helemaal niet de... Ja, dit is natuurlijk bekeken vanuit het perspectief dat je dat dan graag wilt, hè? Dat verzet. En dat is ook wat wij in ons boek hebben als uitgangspunt genomen. En dan ja, vind ik ook wel belangrijk dat we dat ook wel meenemen, denk ik. Het kapitalisme is ook heel goed natuurlijk in soort van nieuwe praktijken weer incorporeren en zorgen dat het weer... Nou ja, het klinkt heel alsof er een soort kwade geest achter zit, maar ik denk wel dat jullie begrijpen wat ik bedoel. Ik vraag me ook af, als we het dan anders willen doen, los van het feit hoe dat er dan precies uit moet zien, in hoeverre hebben we dat dan zelf in de hand, zeg maar, als we het hebben over liefde? Ja, Rayou misschien. Is misschien een lastige vraag, maar... Toch benieuwd. Dus hoe... Of wij het zelf in de hand hebben. Ja, kijk, liefde... Ik ben toch ook weer geneigd om het te zien als een emotie. En zo bewust kies je misschien niet je partner uit. En toch willen we bepaalde kanten op. Of vrijer zijn. Of alternatieven ontdekken. Maar ik vraag me af in hoeverre, ja, hoe moet het eruit zien als we dat onderzoek aan willen gaan zelf? En in hoeverre hebben we daar bewegingsvrijheid in? Ja. Volgens mij de vraag die hier aan ten grondslag ligt, is een hele complexe in de sociale wetenschappen over agency structure. In hoeverre je als individu handelingsmogelijkheden hebt. En dat is heel ingewikkeld. Hè? Ik denk niet dat ik die zo kan beantwoorden. Maar ik denk, welke keuze we ook maken en welke beslissing we ook nemen, volgens mij vindt het zich in een context plaats. En de vraag is, reflecteren we daarop? En wat zien we dan? En wat vinden we ervan? En ik denk dat het als individu, als je iets doet, dan
heb je waarschijnlijk vaker de ervaring dat het je eigen keuze is. Niet dat het kapitalistische systeem dit voor je bepaald heeft. Ik denk dat mensen met wie ik heb gesproken die polyamorie doen... zeker niet het idee hebben dat zij vanwege dat kapitalistische systeem... nu flexibel met relatie en liefde omgaan. Dat denk ik niet. Daarom ligt denk ik de verantwoordelijkheid ook niet zozeer bij het individu. Wat maak je de juiste keuze en denk je wel na over de consequenties? Dat is denk ik te veel gevraagd. Maar wat wij doen met ons boek, en ik denk Roanne en Lotte ook, is reflecteren daarop van wat voor keuzes, onder welke omstandigheden ontmoeten mensen elkaar? Hoe maken ze keuzes en wat zegt dat over de tijd waarin we leven? Mag ik er nog wel wat op aanvullen? Een van de dingen waar ik wel een beetje voor durf te pleiten in het boek... is dat we soms geneigd zijn om heel erg in ons hoofd... van iets een nieuwe identiteit te maken. En dat we misschien wel echt bij het voelen mogen blijven. En ik denk dat dat aansluit omdat het soms lijkt alsof iets heel vernieuwend is... En stiekem proppen we onszelf dan in een soort net iets ander categorietje... wat eigenlijk een beetje hetzelfde effect heeft. En als voorbeeld, we weten inmiddels uit de psychologie... dat het helemaal niet zo gek is dat we ons allemaal op een soort spectrum bevinden... als het gaat over seksuele oriëntatie. Dus ook al heb je het gevoel gehad van... ja, maar ik val heel duidelijk op mannen. Toch is het helemaal niet heel vreemd... als er op een gegeven moment een verliefdheid plaatsvindt op een vrouw. Omdat we inmiddels zeggen... of de psychologen inmiddels steeds meer zeggen... het kan ook op basis van ervaringen veranderen, zeg maar, in je leven. Of het kan te maken hebben met een heel specifiek iemand. Toen ik jaren geleden daar vrouwen over interviewde... die na 40 jaar huwelijk met een man ineens verliefd waren geworden op een vrouw... zag je heel vaak dat zij zeiden... nou, toen wist ik dat ik dus eigenlijk al die tijd lesbisch was geweest... En vervolgens werden ze weer verliefd op een man... en ontstond er in al hun bewoordingen een identiteitscrisis... die soms jaren aanhield van ik weet niet meer wat ik ben. En dat vind ik interessant, omdat als ik nu spreek met docenten... op middelbare scholen, dan zeggen zij... ja, de helft van de meiden hier, die zeggen allemaal dat ze zeker weten... dat ze bi zijn, biseksueel of panseksueel. En ik denk wel eens, doet het ertoe? Het doet er misschien wel toe als je je jaren opgesloten hebt gevoeld... en helemaal niet hebt gehoord. Dus ik begrijp waar de neiging om je te willen categoriseren vandaan komt. Maar ik denk wel dat we moeten oppassen dat je jezelf dan niet klem zet... en wel zo dat je bijna niet meer kan voelen dat er misschien nog meer openheid is. Of dat we het gewoon misschien niet zo goed weten. Ja, dus dat is denk ik één voorbeeld waarbij wel blijkt van... soms lijkt iets heel vernieuwend. En een tweede daarvan, een heel korte, vond ik... Een van mijn hoofdstukken gaat over dat we steeds gezonder ouder worden... en dat we dus ook op latere leeftijd steeds meer actieve seklevens hebben. Nou, dat is heel fijn. En dan zie je in de porno-industrie bijvoorbeeld ook... dat het prachtige woord GILF, Grandmother I'd Like to Fuck... een van de meest populaire zoektermen is. Alleen als je gaat kijken naar de grandmothers Everybody Likes to Fuck... dan zijn die... beeldschoon, maar zien ze er voornamelijk ook heel jong uit. Dus ze zijn wel 50 plus, 60 plus, maar dan staan er advertentieteksten bij. En ik heb een paar van die dames gesproken, die zijn enig en heel vrijgevochten. Maar ze hebben wel hun borsten omhoog laten krikken... zodat ze er nog uitzien als iemand die nooit kinderen heeft gevoed, bijvoorbeeld. Dus er zit iets geks dubbels soms. Dan lijkt het heel vernieuwend en heel revolutionair. En eigenlijk is het een soort van... nieuw randje op iets wat al bestond. Of zelfs een vergroting daarvan. En dat is denk ik een interessante om daar met z'n allen... gewoon kritisch naar te blijven kijken. Niet om erop te hameren van dat is verkeerd. Maar wel om het niet per se aan te zien voor iets nieuws. En te blijven denken, ja, maar wat zegt het verlangen bijvoorbeeld? In plaats van wat zegt de identiteitspolitiek over wie ik ben? Of welke categorie dat is? Ik hoor jou knikken, Lotte. Wat ik op zich al heel knap vind. Ja. ik was aan het denken over die categorisaties. Misschien knik ik wel heel luid, weet ik niet. Over die... die categorisaties, ja, ik ben het daar helemaal mee eens. En dat is ook wel een gedeeld iets, denk ik. Een pleidooi voor
diversificatie of creativiteit of misschien wel chaos. Want liefde is misschien ook wel chaos en dat is prima. Want zo krijgen we meer te zien en te horen van de wereld. En dat zo'n categorie kan inderdaad heel nuttig zijn om te zeggen van luister, dit is er ook en ik wil dit zijn. Maar het is niet nuttig in de zin van je moet in een categorie vallen, want dan gaan we weer in al die rijtjes lopen en dan is er weer heel weinig ruimte voor wat is er nog meer? Wat kan ik nog meer leren over de wereld? En dat is wel iets gedeeld wat we volgens mij allemaal, waar we voor pleiten. Vandaar de... Ik wil eventjes kijken of er misschien al vragen zijn uit het publiek. Het zijn prikkelende onderwerpen, dus ik zie een hand omhoog. Er komt iemand bij je. Werkt dat? Ja. Ja, ik heb een vraag over de diepgang. Hoe denken jullie over de diepgang in relatie tot het hebben van meerdere partners of met die seriële monogamie? Of de verhouding, hoe de verhouding ligt, seksualiteit, liefde, is het daarmee gesteld? En wie zou je die vraag willen stellen of wie voelt zich... Aan iedereen die de antwoord op wil. Iedereen. Ik weet niks over diepgang. Diepgang. Ik zit te denken aan interviews die ik heb gehad met mensen over hun ervaringen met polyamorie. En ja, voor hen is diepgang... emotionele diepgang in een relatie erg belangrijk, in theorie. In praktijk is het natuurlijk wel ingewikkelder, afhankelijk van de fase van relatie. Dus het is ook meteen een onderwerp waar veel over gecommuniceerd moet worden en een onderwerp wat tot discussie leidt. Dus als er een nieuwe persoon bij komt, dan veranderen de verhoudingen. Hoe ga je dat opnieuw vormgeven? Hoeveel aandacht krijgt een nieuwe persoon ten opzichte van anderen? En daardoor wordt het dus de diepgang van die verhouding, van die relaties ook wel beïnvloed. Ik denk dat diepgang ook niet per se te maken heeft met monogamie of niet-monogamie. Ik denk dat ook monogame relaties weinig diepgang kunnen hebben. En het hangt er ook een beetje vanaf wat je precies bedoelt met diepgang. Als ik spreek vanuit mezelf, ik heb dus een aantal relaties achter elkaar gehad. En ik had op een gegeven moment het idee dat ik steeds minder emotioneel betrokken was bij dat ik zo... herhalend bezig was. Ik herinner me dat ik bij mijn vierde relatie dacht, daar gaan we weer. Ja, in de zin van dat ik van tevoren al wist dat het een paar jaar zou duren en dat het dan weer klaar was. Dus ik heb heel erg dat gevoel van, ik heb veel relaties gehad. Maar de diepgang waar ik naar verlangd heb, die echte liefde waar ik mijn hele leven naar verlangd heb, ja, die heb ik niet gevonden bij al dat gezoek. Ja, ik vraag me af, ik zat te denken bij diepgang, dacht ik, ik ben het eens met Katrien dat ik heb in zeer monogame relaties in mijn hoofd zeer veel geheimen gehad, waardoor ik ontzettend ontkoppelde van mijn partner bijvoorbeeld. En ik denk dat dat heel veel voorkomt. Dat je, of je nou stiekem met iemand zit te appen, of daarover van, of in ieder geval niet meer deelt met je partner van, ik vind je eigenlijk minder aantrekkelijk geworden, of ik ben met hele andere dingen bezig. Dat kan heel erg leiden tot oppervlakkiging. Maar wat ik nu meer hoor is ook wel een portie misschien realistischer worden of minder romantisch. Als in heel hoge verwachtingen in de romantische filmsfeer hebben. Omdat je dingen leert herkennen. Omdat je de eerste keer dat ik hard gebroken was, omdat er een relatie uitging. Dat was wel hard gebroken. Omdat ik denk ik niet alleen maar verdrietig was om die liefde, maar ook omdat al die toekomstbeelden ineens weg waren. En de derde keer dat dat gebeurde, wist ik al, dit doet heel veel pijn, maar
tijd gaat ook helen en ik weet inmiddels dat ik dit kan. En dat kwam minder hard binnen. Dus ik denk dat dat ook wel een soort proces is waarin we... Ja, je kan het sceptischer noemen of realistischer. En misschien zit er ook wel iets van zelfbescherming, maar dan wordt het heel psychologisch. Maar dat je daarin ook niet meer vanaf het begin alles deelt. Wat je soms de eerste avonden doet. Dit doet mij denken aan wat socioloog Eva Illouz zegt over intensiteit van emoties in de laatmoderne samenleving en hoe dat aan het afnemen is. En dat dat te maken heeft met keuzemogelijkheden. Dat wanneer wij een keuze maken, in dit geval op het gebied van liefde voor een partner, dat we ons eigenlijk onmiddellijk ook bewust zijn van het feit dat dit kan eindigen, maar ook dat er andere opties zijn. Dus je bent je altijd daar bewust van. Dit is een feit wat altijd heeft bestaan, maar in de laatmoderne samenleving zijn we daar ons meteen al bewust van. En dating apps helpen dan ook niet. Exact. Ja, de... Nou ja, misschien, ik moest denken aan jouw hoofdstuk, misschien moet je zelf even... ik moest ontzettend lachen met jou. Jij hebt het over, volgens mij, studenten die dating apps gebruiken en die zeggen van, ik kan gewoon niet kiezen. En ook FOMO, a fear of missing out, met mensen die ik dan kan swipen. En hoe gedetailleerd de eigenschappen zijn waarop mensen iemand naar links of naar rechts swipen. Volgens mij noem jij iemand... Het gaat op een gegeven moment over etikettenregels of voorliefde voor een bepaalde sport of zo. En toen dacht ik, ja, als je daar inderdaad mensen op gaat afkeuren, dat klinkt dan misschien inderdaad niet heel veel, als heel veel diepgang voor een relatie. Maar ik begrijp het wel of zo. Maar ik vroeg me ook af wat jij daar zelf, want je beschrijft het dan heel mooi, wat jij daar zelf, hoe je daar zelf in staat. Nou, ik vond sowieso wel, ik heb vrij veel interviews gedaan met programmeurs die dan de algoritmes maken voor de dating apps. En dat vond ik heel inzichtgevend, omdat we hebben toch een bijna een idee dat zo'n algoritme, een soort aureool van objectivisme om zich heen, van dat is goed berekend. En als je dan hoort wie vaak dat maken, dan waren het soms ook maar studenten die een beursje hadden gewonnen met een leuk idee en die drie artikelen hadden gelezen over hoe de liefde werkt. En ja, we hebben politieke voorkeur erin gedaan, want dat doen ze in Amerika ook. En wat je lievelingseten is, bijvoorbeeld, weet je wel. En dan krijg je een pool van mensen, krijg je, maar je ziet helemaal niet meer wie er niet meer worden geselecteerd voor jou. En ik weet wel voor mezelf dat mijn partner was daar niet uitgerold. Want die voldoet nou precies niet aan alles waarvan ik denk dat een goede partner voor mij moet voldoen. Maar dat gaat heel goed samen. Dus wat ik daar... Ik ben heel erg voor datingapplicaties als je... Omdat ik denk dat ze voor heel veel mensen voordelen bieden. Als jij in een klein dorp woont, je hebt heel weinig keus. Je weet zeker, deze drie jongens in de straat, nee. Dan is het best wel fijn. Als je het van tevoren fijn vindt om alvast in je biotekst te vermelden, ik ben transseksueel en ik vind het prettig om dat niet de hele tijd te hoeven uitleggen. Ook hartstikke fijn als je al wat ouder bent. Je komt niet de hele tijd mensen tegen meer met wie je flirt in de disco. Ook best wel fijn. Maar wat ik wel zorgelijk vond, was dat veel van de mensen die het heel veel gebruikten, inderdaad vaak met een soort bijna dubbele mentale aanwezigheid op zo'n date zaten. Dus je zit bij je date en tegelijkertijd lieten ze door hun hoofd gaan de andere mensen met wie ze ook aan het chatten waren. En dan begon er een soort vergelijking die heel onrustig maakte en ook heel onrealistisch is. En daardoor konden ze ook niet rusten in het soort van, ja, maar ik zit hier nu met jou. En nee, ze waren echt bezig. En een tweede was dat als ik tegenwoordig aan mijn klasstudenten vraag, wie van jullie gaat nog wel eens naar een vreemd iemand toe en zegt, hey, ik vind er echt best wel leuk uitzien, mag ik jou een drankje aanbieden? Dan gaan ze echt allemaal lachen. Dan zeggen ze, ja, dag. Straks is hij al bezet. Weet je, gaat het er... Ik kijk wel even of die op Happen zit, want dan kan je het gewoon zien. Is locatie bepaald. En online is die kwetsbaarheid minder. Je kan afgewezen worden, dat is nog steeds vervelend, maar het is wel minder dan dat iemand in de kroeg tegen jou zegt, ja, sorry, ik vind jou er niet zo leuk uitzien. Ik zou hopen dat we het alle twee blijven doen. Dat je ook naar mensen toe durft te stappen die je nog niet kent en die je dus kunnen afwijzen. En dat je durft te zeggen, ik vind iets aan jou, trek mij aan of zo. En dat is heel eng en het is ook heel fantastisch als het wel lukt. In plaats van dat je gaat leunen op een algoritme die straks al steeds beter worden verkocht.
En dat je gaat denken van, nou ja, dat zal het dan wel voor mij hebben. Dus ja, ik zal wel heel goed bij je passen, want we zijn aan elkaar gematcht. Je bent the one, weet je? Ja, ik heb het zelf met DNA uitgetest en dat viel tegen. Ja. Nou ja, ik wil er nog op reageren, omdat volgens mij, want ik noemde net, benoemde ik eigenlijk het, mijn zorg over dat je misschien matcht op hele triviale eigenschappen die misschien niks zeggen over een relatie. Maar ik denk zelfs als je matcht op voor jou hele belangrijke eigenschappen, dan nog steeds blijf je weer, ik val een beetje in herhaling, maar blijf je weer binnen je eigen voorkeuren, binnen je eigen identiteit misschien. En daar leer je gewoon zo weinig van. En daar stel je misschien ook minder kwetsbaar van op of zo. Ja, ik dacht ook nog aan, we zijn soms heel we hadden het ook in de voorbespreking daarover, dat we vaak in termen van geaardheid en dergelijke denken, en ook allerlei voorkeuren die we hebben, die we denken dat die heel inherent in onszelf zitten. En ik denk dat het ook wel belangrijk is om ook steeds al die maatschappelijke ongelijkheden die er zijn, en de mate waarin dat die meespelen in onze verlangens en in wat wij aantrekkelijk vinden en wat we niet aantrekkelijk vinden. En ja, ook de hele verschillende ervaringen van mensen in dating apps. Hè? Want als je heel jong en mooi en knap bent, dan ben je daar heel succesvol. Maar wanneer je dat niet bent, of ja, ja, wat dan nog, hè? Dan is er ook heel veel verschil in de manier waarop je bekeken wordt of aantrekkelijk bevonden wordt of niet. En ik verwijs dan ook heel graag naar het boek van Amiya Srinivasan. Ik weet niet of dat bekend is bij jullie. Dat is de titel The Right to Sex. En daarin heeft zij het ook wel over onze plicht. Niet zozeer, we hebben niet zozeer recht op seks, maar wel een plicht om onze verlangens in vraag te stellen en die ook wel te proberen veranderen of zo. Dat was het. Mooi. Er was hiervoor een vraag. Ja, hoi. Ik moet even terugdraaien. Ik ben zelf ondernemer en als ik ergens lol aan ontleen, is het jezelf ongekend moeilijk maken. Dus ik heb nog nooit op een dating app gestaan. Waar kom ik ze tegen? Op straat, zeg ik altijd. En waarom is dat leuk? Omdat je risico's loopt dat wel of niet iets wel of niet klikt, werkt, whatever. Er zit een grijs gebied, een zwart gebied, een black box, hoe je het noemen wil. Ik word daar vrolijk van. In datzelfde kader hebben we het nu over dating apps. Dat is voor mij, net als met de online eten bestellen, het is te makkelijk, te laagdrempelig, te weinig uitdaging. Ik merk er vrienden die daar inmiddels door getraald zijn, dus ik zie ook de andere kant van de medaille. Maar toch, als ik alles bij elkaar optel, en deze week begon hier ook met social media en de impact op de mensheid en het gedrag wat het teweeg brengt en het dubbele verhaal wat je, moeten we toch verbieden. Want ik denk dat het leven in het algemeen, het leven in het algemeen is niet altijd makkelijk. Het leven in het algemeen is niet altijd makkelijk. Het zit vol met hobbels en obstakels en fouten en falen en ook successen en alles. En dat komt terug in relaties. Dat moet ook terugkomen in de manier waarop we elkaar ontmoeten. Dat ben ik van overtuigd. Want dat gemak, zodra het me even tegen zit, of je neus staat verkeerd of je kleur haar is niet goed, dan swipen we maar links en dan naar rechts. Zo simpel is het leven niet, mensen. Sorry. Zo simpel is het niet. Maar ik denk wel dat je dan tegen een trend ingaat. Want ik denk dat we met z'n allen steeds meer neigen naar een frictieloos bestaan. Dus waar je vroeger, en dat zit niet alleen in liefde, maar ook in het feit dat ik 10 jaar geleden nog aan taxichauffeurs probeerde uit te leggen waar ik naartoe wilde. En dan spreekt de beste man mijn taal niet helemaal goed en ik de zijne niet. En dan lukte het niet. En nu toets ik dat heerlijk in mijn Uber-app. En ik kan stilzwijgend achterin schuiven. En ik hoef dat soort gesprekjes niet meer te voeren. En dat zie je steeds meer. En dat lijkt heel veel voordelen te hebben. En tegelijkertijd weten we uit onderzoek dat je eigenlijk stiekem best wel heel gelukkig wordt van soms een verrassend leuk gesprekje, waarin je een nieuw iemand leert kennen of waarin die man iets vertelt wat je nog helemaal niet wist. Dus we doen, denk ik, over het algemeen
zijn de meeste mensen juist op zoek naar meer efficiëntie en meer makkelijkheid. En ik zou niet willen zeggen dat online daten makkelijk is. Want het jammere voor al die online daters is dat het algoritme kan je van alles vertellen. En die profielfoto's zien er keurig uit. Alleen je komt een kroeg binnen en je voelt direct, oh ja, nee, het werkt helemaal niet. Ja, dus uiteindelijk is dat denk ik niet, het gaat het je niet uiteindelijk makkelijk maken. Het geeft alleen een enorme keuzemogelijkheid. En dat heeft voor- en nadelen. Maar je blijft met hetzelfde probleem. Dat je kan jezelf niet forceren om verliefd op iemand te worden. En wat ik ongemakkelijk vind in die dating-apps is dat je nu vrij veel algoritmes ziet waarop je bijvoorbeeld je vorige date moet beoordelen. En dat lijkt heel leuk. Dus dan zeg je, nou, ik geef een 8. Maar stel dat ik 2 keer een 8 heb gegeven aan een jongeman die blond is, omdat er toevallig 2 hele aardige blonde jonge mannen waren, dan gaat het algoritme voor mij alleen nog maar blonde jonge mannen uitzoeken. En dat is iets waarvan je, ja, dat laat eigenlijk zien in het klein dat je steeds meer aan het toespitsen bent naar wat je al kent. Ja, en ik wilde daar nog aan toevoegen misschien, en dan toch misschien een lans breken voor iets van gemak. Want we hadden het daarnet al over context en over ongelijkheid in de samenleving. En voor sommige mensen, of nou, niet voor iedereen, is de samenleving even gemakkelijk. En soms mag je ook wel gewoon van jezelf als individu iets gemakkelijks voor jezelf doen. Als je bijvoorbeeld trans bent en het is moeilijker om in de kroeg iemand te ontmoeten die, nou ja, het is gewoon moeilijk om iemand in de kroeg te ontmoeten, dan is zoiets misschien, kan voor jou gemakkelijker zijn. Dus ik ben zeker niet tegen gemakkelijk. En we moeten denk ik ook meer naar, of meer weg van die individuele verantwoordelijkheid en meer kijken naar de context waar jij het straks over had. Ik kan niet in mijn eentje het kapitalistische systeem veranderen, maar we kunnen wel het erover hebben hoe we dat gezamenlijk kunnen doen. Ja. Ja, en ik denk wel dat er gevaren zijn in bepaalde dingen van gemakkelijkheid. Bijvoorbeeld als we het hebben over medicijnen, liefdesmedicijnen. En dan heb je het bekende fenomeen de vrouwen-Viagra. Daarin wordt een gemakkelijkheid beloofd. Van dan heb je je libido weer terug, neem dit pilletje. Terwijl inmiddels ook wel bekend is dat het vaak een soort probleem aanpraat voor iets wat totaal normaal is, namelijk dat er iets afneemt qua seksuele lust, of dat het gaat om vrouwen die het gewoon minder leuk hebben in bed. En de moeilijkheid zou zijn om daar een gesprek over te beginnen of jezelf beter te leren kennen. En dan wordt er iets verkocht en dat gebeurt echt wel met het geld op winst. Of met het doel op winst. En dan ben ik wel tegen gemakkelijkheid. Maar ik ben het helemaal met jou eens dat technologie soms ook juist heel erg op kan komen voor het kunnen verbinden. Ik hoop dat dat antwoord was op je vraag. We hebben nog een vraag. Nee, we gaan toch even door. Ik ben niet tegen gemak, heb voorgesteld. Ja. Voor die Google Maps, gemak is. Kijk, we begrijpen het. Ja. Ik snap het. We hebben hierachter nog een vraag. Yes. Ja, ik had nog wel een vraagje aan Raïl en Katrien over die zelfverbetering. Want jullie schrijven in jullie boek daar zo mooi over dat heel vaak nieuwe vormen van liefde lijken een soort verzet te hebben tegen het kapitalisme. Maar eigenlijk gaat het vaak over dat individueel geluk en eigenlijk die zelfverbetering. Zoals bijvoorbeeld yoga lijkt ook een hele mooie manier om een soort peace of mind te krijgen. Maar eigenlijk, als iedereen gaat zitten yoga, gaan we nooit minder werken. Of wordt yoga een soort manier om dat harde werken aan te kunnen? En ik vroeg me af, hoe weet je nou, of hoe valt dan te testen, of hoe kijken jullie daarna wanneer het dus vervalt in alleen maar die zelfverbetering in plaats van dat verzet? Jij, Katrien, je had het net ook over een bron dat je zei, die right to sex. Dat je de plicht hebt om die verlangens ter verantwoording te stellen. Maar hoe doe je dat? Of ligt dat dus helemaal niet bij het individu? Ja, ik denk dat we in het boek vooral benadrukt hebben dat het wel heel belangrijk is om heel attent te zijn voor de ongelijkheden. En hoe je zelf eventueel bijdraagt aan het reproduceren van ongelijkheden. Ik weet niet of jij daar nog iets kan op aanvullen, maar ik dit is mijn antwoord, denk ik. Ja. Ja, oh. Nou, ik zat aan iets concreets te denken, wat dat misschien illustreert. Bijvoorbeeld,
Ik moet nu aan een casus denken waarbij een jonge vrouw die ik sprak, die ook in een polyamoreuze relatie zat, die vertelde dat haar vriend iemand anders had ontmoet en dat dat heel ingewikkeld lag. Maar daar had ze eigenlijk goede redenen voor, denk ik, om daar aan te, of in ieder geval, ze had redenen voor, los van of het goed of ze had twijfels, ze had zorgen. Maar ze deed er heel erg lang over om dat te bespreken, omdat ze dacht dat de verantwoordelijkheid in eerste instantie bij haarzelf lag, om zeker binnen polyamorie beter met jaloezie om te gaan. Dus die verwachting in de gemeenschap van, nou ja, jaloezie is meer voor monogame mensen, die kunnen daar niet mee omgaan, daarom willen ze altijd bij elkaar blijven, maar ze gaan vreemd. En bij ons is het anders, wij praten erover, wij zijn er open over. En haar manier om daarmee om te gaan was dus niet het bespreken, gek genoeg. Communicatie is belangrijk onder polyamoristen, maar in dit geval koos ze ervoor om heel lang ook met anderen te gaan praten over hoe ga ik om met mijn jaloezie. En belast ik mijn vriend daar niet mee en werk ik aan mezelf. En daar, ja, krijgen mensen, denk ik, dit beperkt zich niet tot polyamorie, vanuit therapie ook modellen, je krijgt modellen aangereikt van hoe je aan jezelf moet werken en hoe je moet reflecteren op je eigen emoties en die te proberen te managen. Dus wat ik dan waarneem als onderzoeker is welke weg kiest iemand in zo'n situatie, en dat lijkt vooral gefocust te zijn op hoe verbeter ik mezelf. Ik denk, er zijn ook wel meer recente teksten geschreven, ook in de polyamorie-literatuur. Onder andere de auteur van More Than Two. Ik ben nu de naam even vergeten, maar een van de auteurs van More Than Two heeft zich daar ook eigenlijk voor verontschuldigd. Omdat in dat boek zo heel hard telkens die raad wordt gegeven van je moet jezelf verbeteren en het ligt altijd eigenlijk wel bij jezelf. En terwijl ja, dan ook heel vaak die niet-normatieve context gebruikt wordt om bepaalde vormen van misbruik eigenlijk goed te praten. En dat het dan niet meer aan het licht gebracht wordt, omdat dit altijd, ja, je moet het gewoon maar aan jezelf wijten en dan hoeven die mistoestanden niet opgelost te worden. Dus dat is wel ook in de meer recente literatuur zijn ook een aantal boeken over trauma en polyamorie en zo op de markt gekomen. Ja. Maar ik denk ook altijd, het gaat ook wel over het individueel zie je het ook niet altijd. Hè. Het is vaak. Dat is ook toch een van de belangrijke inzichten van het feminisme, dat je pas, en wanneer je gaat kijken van op het collectieve niveau, als het heel vaak voorkomt dat vrouwen boven de 50 gedumpt worden voor jongere vrouwen, ja, dan zie je individueel, weet je niet van is dit nu precies wat hier speelt, maar misschien is het wel. Als je dat op een collectief niveau gaat bekijken, zie je dat daar bepaalde mechanismen aan het werk zijn waar je dan kunt proberen tegenin gaan. Maar, ja. Ik zat zelf nog te denken om het buiten de polyamorie te trekken. Überhaupt denk ik dat we heel erg eigenlijk geleerd worden om dingen die in liefdesrelaties fluctueren of veranderen te zien als problematisch. Waarvoor dan oplossingen worden geboden. Of dat dan individuele zelfhulp is, of het romantischer maken met een wekelijkse date night. En ik denk dat ik ben een kind van mijn tijd, zoals iedereen dat is. En ik loop tegen de 40 en ik weet wel dat ik nog steeds, ik zou beter moeten weten, maar nog steeds als het wat saaier is in mijn relatie, ga ik wel zoeken naar manieren om het op te spijzen. Want dan denk ik al gauw, het gaat mis. Terwijl, er gaat misschien wel niks mis. Misschien is het wel heel normaal dat het wat kabbelt. En dan wordt het vanzelf weer wat leuker. En dan ben je een tijdje gewoon wat meer huisgenootjes en heb je het heel gezellig. En dan heb je ineens een heel moeilijk punt. En dan gaat dat weer, weet je, dan denk je ineens, wat hebben we toch heerlijk samen. En misschien is daar wel geen probleem en hoef ik er wel niet in te werken. Maar is er bijna een constante zelfverbetering en dus ook de relatie als een zelf. Je bent natuurlijk met z'n ene, tweeën, drieën. De relatie is ook een soort apart item waar dan ook steeds zelfverbetering in moet zitten. En ik denk dat we daar wel met z'n allen
een beetje voor gevallen zijn. Of in ieder geval ik. En ik heb niet het gevoel dat ik daar helemaal alleen in ben. Terwijl misschien de verwachtingen, hè, zonder te willen romantiseren hoe vroeger huwelijken in elkaar zaten, wanneer het wat meer een economische overeenkomst was. Maar je ziet wel dat in ofwel historische ofwel moderne culturen waarin de verwachtingen anders liggen, vaak de tevredenheid best heel goed is. Terwijl wij er wat kritischer op zijn. En daar zit een cultuur in en een manier van denken. En er zit soms ook een economisch model achter wat dat pusht. He, van doe leuke lingerie aan, ga in bad met een speciale olie. Boek wel regelmatig een restaurant en daar gaan we allemaal in mee. En dat is ook best interessant om soms, denk ik, gewoon te bevragen: is dit een probleem? Of vind ik dat dit een probleem zou moeten zijn, terwijl we het eigenlijk best gezellig hebben nu? En ik na zoveel jaar heb geleerd dat het ook wel weer, dat we er ook genoeg uit blijven halen. Dus het zijn ook maar ideeën over hoe een goede relatie moet zijn. Geeft ook wel rust. Kan, als je zelf niet zo hysterisch onrustig bent. Wel. Ja. We hadden nog een vraag in de gele trui. Het hele gesprek is best wel moreel geladen, zeg maar, met een blik op hoe je zou moeten leven en hoe intieme keuzes ook verzet kunnen zijn en eigenlijk kunnen bijdragen aan een betere wereld. En volgens mij Lotte sprak over liefde zou een open houding moeten zijn. En ik denk dat er instemmend werd gesproken over, tenminste afkeurend werd gesproken over polyamorie als een manier om, weet je wel, een consumptiegedrag eigenlijk. Of je eigen individuele behoeften nastreven. En er werd iets instemmender gesproken over dat het ook heel hard werken is. Wat ik me afvraag, als we dus dit gesprek voeren met het oog op, we willen ook de wereld verbeteren, even plat gezegd. Waar is de wereld in al deze gesprekken over intieme relaties? Want al die, dat hele harde werken dus, wat misschien verzet in kan houden, dat gaat niet zitten in, protesteren tegen Rusland op dit moment of zo. Dus ik weet niet, hoe zien jullie dat? Hoe zit dat verzet? Hoe verhoudt zich dat tot de wereld? Ja, dat is een grote vraag. Ik bespreek liefde dus inderdaad meer als een open houding en minder als intimiteit of romantische relaties. En dus ook een open houding naar, hoe zou iemand in Oekraïne zich op dit moment voelen? Ik zeg maar iets. En op dat moment denk ik dat liefde dus, nou ja, misschien ook een soort zelfverbetering is. Een check bij jezelf van, wat weet ik eigenlijk van de wereld? En ik denk dus dat liefde en kennis heel nauw met elkaar verbonden zijn. Een intieme partner, daar leer je ook heel veel van over jezelf. Zoals als ik me openstel voor, ik had net bijvoorbeeld over toeslagenschandaal. Wat zou een slachtoffer van toeslagenschandaal, hoe zou die zich voelen, of een openhouding naar die persoon toe? Als het goed is, leer ik daar iets van, krijg ik daar nieuwe kennis van en doe ik, ja, kijk, daar dan iets mee doen is natuurlijk een tweede stap. Maar ik ga er dan even positief van uit dat wanneer jij meer diverse kennis krijgt over de wereld, daar dan ook iets mee doet. Je kan natuurlijk ook sip thuis blijven zitten, dat is ook een optie, maar dat vind ik dan weer niet heel liefdevol. Dus ik denk dat op die manier een open houding van liefde, of contact met anderen, luisteren naar anderen, kijken naar anderen, brengt je nieuwe kennis en zou je op die manier aan kunnen zetten tot verzet. Ik ga er dan misschien te naïef en optimistisch vanuit dat dat dan ook daadwerkelijk gebeurt. Maar ik denk dat het in ieder geval begint met die open houding. En zonder die open houding komt verzet er in ieder geval niet. Ja, ik zou er graag een paar dingetjes over willen zeggen. Ik denk dat je kunt het soms zien, zeker de manier waarop wij nu spraken over liefde, als ook wel iets heel navelstaarderigs. Hè? Dan zit je met z'n allen in een groepje de hele tijd groepstherapie te doen, of dan zit ik een beetje hysterisch een date night te organiseren, zeg maar. Daar gaat heel veel aandacht naar binnen. En tegelijkertijd denk ik inderdaad dat je zou een relatie, of dat nou met een hele goede vriend is of met een romantische partner, denk ik wel in het klein kunnen zien als een oefening in begrip van de ander. En ik heb zelf, een van de dingen die ik uitprobeerde was bijvoorbeeld het huren van vrienden. Iets wat in opkomst is, dus mensenvrienden.
En ik merkte daarbij dat je daar die oefening niet bij doet. Omdat het me eigenlijk niet zoveel uitmaakte wat die vrouw, waarvoor ik 60 euro betaalde, zodat ze met mij een kopje koffie ging drinken, ervan vond dat ik de date wat eerder af liet lopen. Omdat er zat een soort gemakzucht bij mij. Dat het maakte me niet zo heel veel uit. En ik ervoer daarom wat het verschil was met een echte vriend. Want van haar of hem, als die liefdesverdriet heeft, moet ik daar ook even naar gaan zitten luisteren. Right? Dus daar moet ik in investeren. En die kleine oefening is denk ik wel degelijk waardevol. Omdat je die ook toepast op empathie naar je collega's of naar andere mensen op straat. En een tweede is, voor mij gaat mijn boek bijvoorbeeld eigenlijk niet eens zozeer over liefde, maar meer over eenzaamheid. Dat we een groeiende eenzaamheid hebben in de maatschappij. Dat we daarvoor allerlei dingen aan het zoeken zijn om die maar op te heffen. En dat zijn heel vaak dingen die ons juist eenzamer maken. En het gevaar van eenzaamheid is dat als je dat eenmaal ervaart, je defensiever naar de wereld gaat kijken. En ik denk dat we dat allemaal best wel een beetje herkennen als je je genaaid voelt of je wordt een soort van buitengesloten, dan denk je ook dat mensen gek over je praten. En dat zie je bij hele eenzame mensen die denken dat ze de hele tijd nagestaard worden of dat ze buitengesloten worden. En dat is denk ik iets heel gevaarlijks wat kan zorgen voor allerlei polarisatie, voor radicalisatie, voor frustratie, voor depressie. Maar ook iets wat je kunt opheffen door werkelijke verbinding. En of dat nou verbinding is met een paar familieleden of met hele goede vrienden of met je groep geliefden om je heen, maakt denk ik niet zoveel uit als je je maar verstrengeld kunt voelen en gedragen. En dat is wel iets waarvan ik denk dat het voor mensen over het algemeen heel belangrijk is en waarvan het verder gaat dan alleen maar naar binnen kijken. Dus ik hoop dat dat nog iets toevoegt. Ik zie nog een vraag daar zo. Hij werkt. Ik wou graag nog even iets zeggen over, hebben jullie in jullie werk ook aandacht voor de veranderende relatie bij oudere mensen? Een voorbeeld wat natuurlijk tegenwoordig veel speelt. Dat is dat je mensen ziet die zeer lange huwelijken hebben. En dan zie je bijvoorbeeld dat de vrouw dement wordt. En dan zie je dus, ik heb dat meerdere keren gezien. Dan zie je dus dat zo'n man een vriendin neemt, weet je wel. En dan een beetje zo'n soort open houding van, nou, we zien wel hoe intiem we worden, weet je wel. En kijk, die vrouw zelf kon daar helemaal niets meer van vinden. Maar mij viel op dat die keer dat ik dat heb gezien, dat daar van iedereen die dat wist een hele open houding van was. Zo van, nou prima, joh, je ziet wel hoe het gaat. En wat is precies de vraag? Of jullie daar ook aandacht voor hebben in jullie werk. Dus de veranderende houding, dat je dus ook naast een zeer langdurig huwelijk, gewoon tijdens het huwelijk, ook een andere relatie kunt hebben die eventueel ook seksueel kan worden. Bij oudere mensen? Ja, ja. Wie pakt hem op? Nee, want dit is namelijk een verschijnsel wat veel voorkomt. Ja, nee, ik weet, Katrien, jij doet natuurlijk ook onderzoek naar. Ik weet niet onmiddellijk wat te antwoorden, maar ik ben momenteel wel bezig aan een onderzoek over seksualiteit bij 50-plussers. Dus vanaf 50 tot, samen met een aantal collega's trouwens die hier ook aanwezig zijn. Dus ja, we gaan dit wel, maar dit is nog maar in een beginfase, dus ik kan daar nu nog niet zoveel over zeggen. Ja. Ik heb hier zeker niet over geschreven. Ik weet wel dat het voorkomt, omdat we überhaupt steeds ouder worden. Dus als je heel lang met een partner bent en een van de partners wordt niet alleen ziek, maar wordt ook mentaal onherkenbaar en is in die zin niet meer een gelijkwaardige partner, maar je krijgt een zorgrelatie. Dat is denk ik voor heel veel partijen heel ingewikkeld en best heel verdrietig. En ik kan me
alle perspectieven daarin voorstellen. Ik kan me voorstellen dat iemand die daarin zorgt ook eenzaam is en ook behoefte heeft. En dat er ook nooit meer iemand is die vraagt hoe was jouw dag. En tegelijkertijd begrijp ik dat het vanuit de buitenkant heel pijnlijk kan zijn om te zien dat iemand, ja, misschien gevoelsmatig in de steek gelaten of voor de gek gehouden wordt. Maar ik heb daar zelf niet over geschreven in mijn boek. Ik denk wel dat het een bespreekbaar thema mag zijn, omdat het inderdaad veel voorkomt dat lange relaties, zeker als twee mensen samen al heel lang samen zijn, ja, dat één van de twee een zorgrol gaat spelen. En trouwens, je ziet hetzelfde probleem bij jongere mensen, jonger getrouwden of samenparen, waarin één iemand chronisch ziek wordt. Uit cijfers is bekend dat maar heel weinig relaties dat overleven. Omdat de relatie verandert van gelijkwaardig, voor zover dat bestaat, naar in ieder geval een zorgende rol en een wat meer ontvangende rol van die zorg. Ik vond het misschien wel opvallend dat je dan het voorbeeld geeft van dan de vrouw wordt dement. Ik denk dat het eigenlijk veel vaker omgekeerd voorkomt. Het is ook heel, aangezien vrouwen leven gemiddeld langer, zijn we ook vaker alleen. En nu ben ik even kwijt wat ik wou zeggen. Ja, dat er ook wel een gegenderd aspect in zit. Van, dat dan heel vaak wel oké of normaal gevonden wordt dat een man seksuele noden heeft, terwijl bij de vrouw dat veel minder voorkomt. Dat heb ik bijvoorbeeld gezien bij in België is er een service voor mensen met een handicap of die ouder zijn. En daar stellen ze bijvoorbeeld vast dat in zorginstellingen voor ouderen er wel heel vaak beroep gedaan wordt op hun diensten voor mannen, maar dat dit nooit gedaan wordt voor vrouwen. En vrouwen worden niet meer verondersteld om nog seksuele behoeften te hebben op die leeftijd. Of dat wordt niet meer, als ze zich niet goed voelen, wordt er niet zo snel die reflex gemaakt van die hebben seks nodig. Terwijl bij mannen gaat men dat veel sneller die behoefte gaan zien. Dus ik vond het een beetje, dat viel mij nu op in jouw voorbeeld. Nee, maar ja. Ging het toch niet alleen? Mm. Het ging erom, ik kan wel hard praten hoor. Daar ging het ook niet alleen om. Die man in dit voorbeeld, die miste natuurlijk ook gewoon iemand om mee te praten. Mm-hmm. En iemand van zijn niveau. Ja. En hij had dus dan een vriendin. En hij had gewoon een open houding van, nou, we zien wel waar het uitkomt. Of het vriendschap blijft, of dat het een relatie wordt. Mm-hmm. Hè? Ja. Dus. Maar, dank voor de toelichting. Maar het zou zeker kunnen dat andersom bij vrouwen wat minder gewoon wordt gevonden. Mm-hmm. Het zou ook wel kunnen dat het inderdaad minder voorkomt, omdat vrouwen uit zichzelf meer zoiets hebben van, nou, ik neem bijvoorbeeld een hele goede vriendin om mee te praten. Mm-hmm. Weet je wel, minder een vriend. Meerdere opties. Het zou ook wel kunnen, maar ik heb het in elk geval al meerdere keren gezien dat gebeurde bij mannen die dus een dementerende vrouw hadden. Mm-hmm. Ik denk dat ook bij ouderen uiteraard er veel meer gezocht wordt naar nieuwe vormen van samenwonen ook. We zien bijvoorbeeld ook bij ouderen, in elk geval in België zijn er wel best wat van die co-housing projecten voor ouderen bijvoorbeeld. Dus dat er ook wel, ook daar, net zoals bij de rest van de bevolking, gezocht wordt naar nieuwe vormen van relaties. En ik heb in mijn boek wel een vond ik, heel mooi verhaal mogen neertekenen van een 80-jarige mevrouw die voor het eerst zorgseks ontvangt op haar bed, omdat ze op heel late leeftijd ontdekt dat ze hartstikke lesbisch is en dat toch nog één keer wil uitproberen. Dus er is in die zin ook nog zeker hoop voor de seksueel avontuurlijke vrouw. Dat vind ik een mooie anekdote om mee af te sluiten. De techniek viel ook al uit, dus het is tijd om er een einde aan te breien.
En aan het weekend te beginnen. Er hoeft geen afstand meer te houden dit weekend. De nacht is open, dus we kunnen gewoon alles wat we vanavond hebben geleerd meteen in de praktijk brengen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie kennis en alles wat jullie hebben gedeeld met ons. En jullie bedankt voor de aanwezigheid. En fijn weekend.